Yes! Toen denk ik, waren we in Gent. Sanne en ik zijn een weekendje weg, een nachtje weg. Ik ga romantisch doen. We gaan romantisch doen. Perfect! 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 Dat is toch fantastisch? Leuk hè, om weer eens op date te zijn. Heel erg. Vind je mij nog leuk? Ik vind jou hartstikke leuk. Ik vind jou ook hartstikke knap. Jij bent mijn liefie. Ja. Het is maandag en dan is het Charlie, Vee en Papa Jorg dag. Yay! Wat gaan we doen? We gaan de broek aantrekken en dan gaan we naar Artis. Oh shit. Papa vergeet helemaal de verkeerde volgorde hè. Je moet eerst deze, moet eerst vast. Dat was de broek. Het is niet alsof ik het al 3 maanden doe of zo. En samen naar Artis toe. Oh, wat een feest. Daar is vast nog geen baby geweest. Yay! Kom, we gaan er vandoor. A few moments later. Nou, we hebben Artis net gehaald. Ah, zo. Het is dinsdagochtend, jongens. Jeetje, Mina. Ik heb nog wel eens de neiging om te laat te komen. Maar vandaag is echt crazy. Ik ga alles met een kind. Het duurt zoveel langer. Nou, daar ben ik wel ondertussen aan gewend, zou je zeggen. Maar toch, vandaag is het gewoon even, spant het even de kroon. Ik zou om 9:30 zou ik op kantoor zijn. Het is nu 10:55. Dus dat is wel, dan ben je wel echt rijkelijk laat. Maar goed, dat laat het de dag niet overschaduwen. You were basically introducing these really low fares. Were these airlines trying to match your prices? Yes, in some cases they were. And we told the public of Texas that you could fly at the lower fare, but if you paid the higher fare, we would give you a free bottle of whiskey. And so for a couple of months, we became the largest liquor distributor in the state of Texas. From NPR, it's How I Built This, a show about innovators, entrepreneurs, idealists, and the stories behind the movements they built. I'm Guy Raz, and on today's show, how an eccentric Texas lawyer turned a crazy idea into Southwest Airlines, now one of the biggest airlines in the world. We zijn hier eens bij VU Medisch Centrum, want we hebben namelijk precies dat geluidje hoort erbij. We hebben een sessie, Sven en ik, voor afdeling anatomie en neurowetenschappen over een 30 minuten. Ja, hier in de grote zaal. Oké, zijn we klaar voor? Started with the focus groups now several months ago. Out of that, we presented the findings. And then we formed the culture team, and then we made, well, it says first steps here actually, but we made several steps with the culture team. I think we had 3 sessions in total, partly team building and then partly also towards producing several experiments. They're experiments, so they're really only early stages. Our hope is at least that this culture team will continue long after we're gone, and that you together with them will continue to build the culture, and that the experiments that you see today are just that, experiments. And so the invitation is actually also, if you think about something, you know, you can always feel free to come up with a new experiment, or if there's something else that you would like to work on, you know, go and bring it over to them and address new things. And that's basically essentially the next step. Yes! Het was weer de dag daarna. We zijn gisteren all out gegaan, toen heb ik niet meer gevlogd. Ja. Het is onze eerste, Spencer zei net, van, ja, het is wel onze eerste grote cultuurtraject wat we eindelijk zo hebben afgemaakt. We zijn gewoon 9 maanden mee bezig geweest. Ja, want het is toch een enorme uitdaging, want over die 9 maanden zijn we, ik denk hoor, we hebben 3 keer hebben alle mensen in de afdeling gezien. Ja. En verder hebben we 3 keer met een kleine groep gezeten, een cultuurteam. En dat was echt kicken dat. Ja, gisteren ging dat cultuurteam weer staan en dat voelde echt als een team. De laatste van die 3 sessies, die was ook echt, dat is wel heftig. Ja, ja. Maar ja, daar stond echt een team. Ja. En dat is op zichzelf, zeg maar, dat zijn ook allemaal mensen die normaal niet per se met elkaar samenwerken. Nee. Wij kunnen daar weggaan. Ja. En ook als wij niet terug zouden komen, ik vind het heel leuk om terug te komen. Zou het doorgaan. Ja, ben ik echt overtuigd dat er wat gaat gebeuren. En dat is eigenlijk wat Spencer nu zegt, dat is eigenlijk de manier hoe we het liefst werken. Ik zei het vorige keer ook al, hè, van je kan een consultant zijn en gewoon je uren maken en denken, nou, lekker veel uren maken, geld verdienen en weer door. Maar wij willen echt verandering teweeg brengen en daarom werken we graag met zo'n
interne groep van cultuurvertegenwoordigers die wij gewoon alle tools willen geven om zelfstandig verder te gaan. En dan hopen wij over 2 jaar terug te komen en dat mensen zeggen, ja Spencer, we begonnen hier, hè, Spencer en Jorgen, en we zijn nu hier, weet je. Dat lijkt ons gewoon kicken. Ja. Waar ik jullie trouwens in wil meenemen is, wij gaan over 3 weken al naar Zuid-Afrika. Gaan we 2 maanden in Zuid-Afrika wonen. Ik wou zeggen wonen en werken, maar we gaan helemaal niet werken. We gaan helemaal niks doen. En de reden dat we dat doen is eigenlijk, en ik heb dit eerder verteld in de vlog, maar ik vind het leuk om het toch nog een keer te vertellen. Want sommige mensen die volgen me misschien pas wat korter. Wij hebben eigenlijk het idee om ons pensioen naar voren te halen. Heel veel mensen werken tot een 65ste. Nou, tegenwoordig is dat je 67ste. En dan pas gaan ze die mooie wereldreis maken. Of dan pas gaan ze de dingen doen die ze willen doen. En wij kijken er iets anders tegenaan. We hebben gezegd, als je dat pensioen nou naar voren haalt en in stukjes opknipt, dat je ook 2 jaar, bijvoorbeeld een half jaar weggaat. Of in ons geval willen we proberen of we elk jaar 2 maanden weg kunnen. En dit is de allereerste keer dat we dat doen. We gaan dus 2 maanden naar Zuid-Afrika. Gaan we proberen hoe dat is. We hebben natuurlijk Charlie mee, die is dan 6 maanden. Dus dat wordt een heel avontuur. Maar we hebben ook wel echt tegen onszelf gezegd, we gaan het gewoon doen. We hebben zelfs de tickets en het huis waar we verblijven hebben we geboekt voordat Charlie er was. Zodat we niet daarna zouden denken, ah shit, maar het is allemaal moeilijk en elf vervliegen met de baby, kan dat wel? Want al die vragen hebben we nog steeds, maar ja, we moeten nu wel gaan. Waar gaat ze slapen? Ja, precies. Hoe doen we dat als we medische hulp nodig hebben? En zit je in Kaapstad? Nou goed, daar hebben ze ook ziekenhuizen, daar worden ook baby's geboren, dus dat loopt ook allemaal wel los. Ja, en nu is het al echt aftellen geblazen. Ja, en het is living the millionaire lifestyle. Dus eigenlijk betekent dat dat je hoeft niet miljonair te zijn om te doen wat je het allerliefste wil. Het gaat erom dat, wat betekent het om bijvoorbeeld miljonair te zijn? Wat zou je dan willen? Nou, wij willen bijvoorbeeld meer reizen en in een mooi groot huis zitten in de bossen. Kan dat nu al? Nou ja, dat kan. En zo zijn er natuurlijk heel veel dingen, dat moet je voor jezelf bepalen. Maar ik vind het gewoon cool dat we dat gewoon doen. Ja, ja, dus inderdaad, dat zou niet zeggen van heel veel mensen zeggen, ja, als ik 1 miljoen heb, dan doe ik dit. En dan kun je jezelf wel vragen, oké, maar als ik het nu zou willen doen, wat heb ik dan nodig? Dat hebben we eigenlijk gezegd met Zuid-Afrika. Want het kost natuurlijk wel geld, maar we hebben daar doelen voor gezet. 1 jaar geleden. En daar zijn we gewoon naartoe aan het werken geweest. En nu zitten we er. We hebben ons doel gehaald. En we zitten er nog niet, maar we gaan er over 3 weken heen. Dus we hebben wel ons doel gehaald. We hebben het huis kunnen betalen. We hebben de auto gehuurd. Er zijn nog wat andere kosten die we nog moeten oppakken. Maar we zitten daar dus wel straks 2 maanden. Zo, thuis gekomen. Vest uit. Hoed af. En we zijn thuis. Hallo, lekker je wijfies. Hey. Hier zitten je vrouwen. Hallo, knappie. Je bent een covermodel, hè? Ja. Je staat op de FIFA. Mama, dat hebben we nog helemaal niet laten zien. Nou, dat kan ook niet. Oh, want daar is het nog niet. We hebben hem niet. Nou goed, ik zal hem hier even in beeld laten zien. En dan morgen in het echi. Yes, yes, yo. Wat Jorg zegt. Ik ben mijn vlogcamera vergeten, dus het wordt heel erg weinig gevlogd. Ja, wel met mijn iPhone. Boris is aan het wachten tot zijn telefoon is opgeladen. Heel op de Uberdrijver. Dat ze dat hier hebben. Ja. Dat je kan opladen terwijl je wacht. 4 minuten. We hebben nog 4 minuten, Boris. Vertel eens. Iets om 4 minuten te vullen. Ja, managementtheorie en zo. Ja. Wat ik erg interessant vond, was jouw verhaal over de obituary. Ja, dus er is een bedrijf in New York. En als je daar net komt werken, dan moet je in de eerste week moet je overlijdensadvertentie schrijven. Ja. Dus waar wat jij vertelde eigenlijk, want jij begon over Nobel. En dat was precies... Ja. Toch, je vertelde toch dat Nobel eigenlijk maar eens klootzak was en dat ze dacht dat hij dood was en toen schreven ze een... En toen las hij zijn eigen obituary en toen dacht hij, Jezus, word ik zo onthouden? Dat is niet hoe ik... En toen heeft hij de Nobelprijs bedacht. Ja. En dat is een leuk verhaal. Maar jouw verhaal vond ik nog leuker, dat je ook gedwongen wordt om die van jezelf te schrijven. Ja. Omdat je wel een bezig gaat aan denken, ja, hoe wil ik eigenlijk? Dat gaan we doen met een next step. Ondertussen worden we geambushed. Maar dit jaar is het veel beter, want Bollinger, hoe je het uitspreekt, is dus de favoriete champagne van James Bond. De dag daarna, ik kom net thuis. Ik hoor van Sunny dat ze mij heeft opgenomen toen ik gisteravond thuis kwam. Dus ik ben wel benieuwd. Dat is een schande. Hoe dat eruit ziet. Serieus, ik ben heel erg nuchter. Nee, maar... Maar goed. Morgen is het echt feest. Dan gaan we Charlie wegbrengen naar opa en oma. Dan kun je ook naar de kloten gaan. En dan gaan we samen helemaal naar de kloten. En ik hou van jou. Mag ciao. Mag dat in mijn vlog?
Je bent heel nuchter, toch? Heel erg. Want wie zegt ook weer dat je nuchter bent? Ik ken Boulanger, de champagne die James Bond drinkt. En ik heb gewoon een paar flessen geregeld. Je zou eigenlijk een glas moeten krijgen als je binnenkomt. Maar ik zei, geef me een fles. Ik heb nog een fles gekregen, heb nog een fles geregeld. En toen heb ik 3 flessen champagne opgesopen met, samen met Boris. Oké, gezellig. In hoeveel uur precies? In 2 uur? 2 uur tijd.